Wie het dichtst bij zit, die mag een cadeautje uitzoeken. Oh. Ik moet jullie wat vertellen, Irm en ik gaan gescheiden leven van elkaar. We zijn de drie musketeers. Yes, jongens en meisjes, dank voor het video van... Ja, jongens en meisjes, nou, zoals je misschien al op de titel kunnen zien en op de thumb, nou, misschien ook bij deze koffers die hier staan. Ik moet jullie wat vertellen, Irm en ik gaan gescheiden leven van elkaar. Ik ga jullie zo vertellen hoe en wat allemaal, want er is de reden achter. Ik ga jullie eerst even de kamer laten zien, want ik heb dus een nieuwe kamer. Nou, even de laatste spullen naar binnen. We hebben al een aantal spullen binnen. Kijk eens even, het is niet heel groot. Het is niet het huis wat we gewend zijn. Het is wel een leuke kamer. Het is wel een leuke kamer, ja, hè? Nou, we hebben hier de slaapkamer. Kijk eens even, jongens. Wat een uitzicht. Nou, dit is ons balkonnetje. En je had geen trampoline of een zwembad. Nee, geen trampoline. Ook geen konijnen. Nee. Maar de konijnen komen wel. Die komen wel terug. Ja, die hoeven we niet helemaal te missen. Ja. We hebben gelukkig ook een televisie. Alleen Jesse, één ding. Ja, ik doe even de deur op slot. Ja, dat is leuk, vinden. Wat is dit? In godsnaam voor nut. Ja, dat is, wat is dat dan? Kijk jongens, het is het... Ja, oké, jongens. Je hebt maar één taak. Nou jongens en meisjes, het is zelfs zo erg dat we helemaal zijn verhuisd naar... Zuid-Spanje. Druk je voeten wel, jongens. Oh. Nee. Eerst het mooie uitzicht. Eerst even het uitzicht kijken, kijk. Kijk hoe mooi. Jongens, gewoon een dikke bedden daar zo. Ik ben benieuwd of jullie weten waar we op visite gaan. Er zijn twee personen. Ik denk wel dat jullie ze kennen, hoor. Moet ik de hulp aanbellen? Ja, doe maar, want ze doen weer te kopen. Opa! Nou. Kom eens kijken! Hey! Jullie ook hier? Zo! Oh. Nou, we hebben jullie natuurlijk een beetje gefopt. We zijn helemaal gaan... Nou, we gaan wel een soort van gescheiden leven de komende paar weken. En dat is ook niet anders, hè. Want we hadden pas volgens mij 2 weken geleden hebben we geboekt. En er was geen heel huisje of een appartementje voor ons allemaal. Er was niks meer te vinden. Dus we hebben nou 2 kamers. Dus nou, wij slapen helaas apart. Heb je het zwembad al laten zien? Nee. Ons uitzicht. Nee, want kijk eens even. Het zwembad laten zien, ja. Tadaa! Oh! Achterste bad op een stuk is het 2,75 meter. En wij en Jesse en ik gaan altijd helemaal induiken en dan met onze hoofd aanraken en dan is het heel zo... Ja. Kijk eens even hoe mooi dit eruit ziet, jongens. Oké, nou we gaan dus zo verdomme, we gaan heel even nog even brunchen, jongens. Kijk eens even. Ja, Jesse, neem jij deze? Kijk, Sam die eet gewoon lekker watermeloen. Jesse, kom op. Dit is geen lunch, Jesse. Wat is dit dan? Slagroomsoesjes. Ja. Jongen, jongen. Huh? Slagroomsoesjes in Nederland zijn gewoon. Ja. Oh yeah. Ah, hij leeft nog, hij leeft nog. Ah, hij leeft nog. Hij leeft nog. Ah. Nou, we zitten weer in de auto, want jongens, hey, dat hebben we nog niet gedaan deze week. Nee, we hebben eigenlijk niet 24 uur gereden. Hebben wij 24 uur gereden? Ja. Wat? Ja, met heel veel tussenstops bij tankstations en zo. Ja. En eten. We hebben net een stukje gereden. We zijn nu bij, hoe heet het park hier? Ik heb geen idee eigenlijk. Nou, dat is een mooie naam voor een park. Maar het moet in ieder geval een heel mooi park zijn met watervallen. En dan zie ik wel heel veel droogte. Ah, ik zie water, jongens. Kijk eens even. Oh, besef jongens hoe mooi dit is. Dit is anders dan het Beuningse plas. Zo. Oh, jongens. Kijk eens even. Verboden te drinken. Niet dat ik Spaans kan, maar ik zie hier een logootje. Dus. Nou, volgens mij heb ik het net al gezegd, jongens en meisjes. Het is echt mega warm, maar dan ook echt heel warm. Oh, als de mensen zich afvragen van, hé, wat heeft Pip hier voor mooi iets? AirTag. Dat is een ding die kan je kopen, dan kunnen we Pip altijd in de gaten. Als we Pip kwijt zijn, dan kunnen we Pip altijd vinden via de telefoon. Dus als ze dan in één keer verdwaald is of zo, dan weten we tenminste waar ze is. Dat vind ik toch net een wat fijnere gedachte. Ik hoop dat het ook echt werkt. Het is echt heel warm, dat had ik al gezegd, maar we zijn echt zo van... Dus we gaan lekker naar de zee toe, maar er is wel iets aan de hand, jongens. Dit is heftig. Maar als je denkt van heftig, nee, heftig. Kijk, dit is Sam. Nou, die is wel heftig van zichzelf. We hebben Jesse, die is al heftig. Nou, die is ook heftig. Maar kijk eens even. Pipje, wat is er aan de hand? Ik had een babyslokje. Ja, die babyslokje hadden we gezien. Ja, maar die was er nog kwijt. Van op de tafel. Die waren kwijt uit de tafel. En die babyslokje, daar gevallen. We hebben hem laten vallen. Hier zo in de richting van de brug, hè, daar zo. En tot zover het drama van Pip. Maar het toffe nieuws is, de zee is erachter en we gaan even lekker zwemmen! Hey! Dank je. Woe! We hebben de ultieme tip gevonden. We gaan gewoon lekker naar een overdekt winkelcentrum waar ze airco hebben. Hallo, Pip! Ja, en blazen, en blazen. Moet jullie wel... Ja, moet jullie wel lachen? Oh ja, ja. Hou je vast dat jij zo shakes bent. Wat zeg je? Nee, de komende 20 jaar nog niet in ieder geval. Hey jongens, staat hier zo goed jou of nee? Nee. Nee. 10 euro. Kom op. Dus jullie gaan trouwen. Oh, kijk eens wat een liefde. Kijk eens. Nou, dan weten jullie dat er binnenkort een bruiloft aan zit te komen tussen Sam en Pipje. Wil je ook op de bruiloft komen? Laat het even weten onder in de reactie. Sowieso van bruidsjurk voor jou gaan zoeken. Hoi. En voor jou een leuk pakje. Besef jongens en meisjes, het is een hele schap met allemaal Mario spullen. Maar Sonic, Homa. Ik vind nu wel een stomme winkel. Oké, vergeet wat ik heb gezegd jongens en meisjes. Ik ben deze. Nee. Haha, kijk eens. Please. Please. Oké, jongens en meisjes, nou zoals jullie weten, buiten was het veel te warm, dus we zijn de winkelcentrum binnengaan. En ik ben eigenlijk, ja, helemaal aan het zweten was het, hè. Ja, hier is het ook nog wel warm, maar dan zat ik te denken om toch nog even een kleine leuke challenge te gaan doen in een speelgoedwinkel. Oh ja. Hey, hebben jullie er zin in of niet? Ja, ja. Wat zullen we doen? Wie dichtst bij de 100 euro zit? Of? 200. Of hebben we een beetje leuk? 5 euro? Wie het dichtst bij de 5 euro zit. Dit is dus een keer dat we anders gaan doen. Wie het dichtst bij de 5 euro zit, die mag een product houden. Oké, zijn jullie er klaar voor? Ja. Jullie krijgen wel maar 1 minuutje tijd om een product te zoeken. Pip, het moet een product zijn van rond de 5 euro. Wie het dichtst bij zit, die mag een cadeautje uitzoeken. Oh my god, kijk hoe groot ik het krijg. Vet! Die zit heel groot. Zijn jullie er klaar voor? Ja, 5 euro. Tijd gaat nu in! En dan gaan ze jongens, we hebben een minuut de tijd om een product te zoeken zo dik mogelijk bij de 5 euro. Kijk, allemaal 5 euro zijn. We gaan even door met zoeken. Oh jongens, al Pip die gaat die kant op. Jesse die op zijn gemak. Sam die is aan het zoeken. Oh, kijk, allemaal bedragen. Kijk eens. Jij hebt iets? Oké, Sam die heeft iets. We hebben nog een half. Oeh jongens. Hele goeie, hele goeie. Sam, high five, high five. Wat is Jesse? Zit hij verstoppertje te spelen? Jesse, je hebt nog 5 seconden. Pip, heb je wat? En Pip is aan het rennen. De tijd is om. Oké, jongens en meisjes, dat was mega spannend. We gaan nu kijken wie wat heeft. Pip, wat heb jij dan weer? Deze, oh wow. En dit kost, even kijken, 33 euro. 33 euro, nou dat zit heel dicht bij de 5 euro. Dan zit je er maar 28 euro naast. Goed gedaan, Pip. Jij heeft dit hobbyauto. Ja, wel van Sonic. 7 euro. Ja. 7 euro van 6,99 euro. Dus Jesse, jij zit er maar 1,99 euro naast. Ja. Oké, heel spannend. Ik heb iets. Ja? Oh, verkeerde gang. Ik heb iets. Ja? Van? 4,99 euro. Dit zat in de 1 net zijn naast. Ja, hij heeft gekeken. Ja? Dan moet hij wel gekeken hebben. Ja, dat mag ook. Was het niet helemaal goed uitgelegd? Nou, dat weet ik niet, maar... zijn we het gewonnen? Zijn we het gewonnen? Kijk eens even. En mag ik dan iets kiezen uit? Ja, dan mag je dit pierenbadje hebben. Kan je lekker spelen buiten. Ja, Sam. Ja, dan nou, lekker doen. Ik hoop dat je er blij mee bent. We gaan al eten. Nou, de challenge was niet helemaal duidelijk, want volgens Jesse mocht hij niet naar de bedragen kijken. Ja, dus we hebben besloten dat jullie allemaal iets krijgen nog uitzoeken. Als voor de vakantiecentjes. Nee. Nou, jongens, kijk eens. Pip heeft dit gekozen. Maar Jesse had nog van konijn. Dat is niet van jongens, dat van meisjes. Sam die heeft dit gekozen. Dat is een of andere ding. En ik lief. En ik zat net helemaal te huilen omdat ik heb. Blijdschap, was je zo blij. Nou, en Jesse, wat heb jij? Ik heb deze tas. Oh, van en er zit ook nog wat in, hè? Oh, er zit er wat in. Oh. Ja. Wow, kijk, er zit nog bij Jesse. En een kabel. Ik vond deze eigenlijk zelf schattiger voor Jesse, maar dat houdt hij niet. We gaan eten! Ja jongens, we gaan lekker terug naar het resort als we weten waar de auto staat. Oh, heeft iemand het nummer onthouden? Kijk eens even. Ik ben helemaal blij. Ik zit iedere keer te huilen. Pip die huilt gewoon echt van blijdschap jongens en meisjes. Dat is wel schattig. Ja, gaat het goed allemaal? Ja. Jullie weten niet waar de auto staat. Nee, jij. We hebben net een half uur zitten rondzoeken. Ja. Let op jongens. En wat blij. Nee. En wat blij. We moeten gewoon nog een etage naar beneden. Een mega groot hier zo. Jongens, hierheen. Ja, hier waren we net geweest. En wij zijn net zo gelopen, hebben we hier omheen gelopen. 100%. Nee, echt niet. Hey jongens, het is 8 uur. Stondzagrijnig. Mama zegt daarin. Nee, dat waren we net. Dat waren we net. Zeg ik dus ook. We zijn die kant naar binnen gegaan. We hebben die kant helemaal gehad en dat liep af. Hier lopen we weer op. Nou. Kijk dan, deze auto. Ik zeg net, oh wat een leuke auto. Oké. Staan er 2 van deze auto's hier? Nee. Vanuit hier zo, daarheen gelopen, weer terug. Kijk toch, het was het hier. Ja, jij, wat praat jij nou weer? Gek. Het is 8 uur, ik wil gewoon eten jongens. Ja, als we eerst het hele parkeerplaats hebben gehad, op een gegeven moment kom ik hier bij onze auto, ja. Nee, zijn we niet eens geweest. Oké, nou we zijn weer aangekomen bij ons resort, we moesten even de auto wisselen. Maar, voor de mensen die wel eens in Spanje komen, Jesse, we hebben een hele dringende vraag. Jesse heeft geen idee. Dat geluid waar we het over hadden. Ja. Vraag ons af wat dit is. Het is geen krekel. Dat horen we bij elke palmboom. Ja, en krekels die doen meer. Tenminste zo iets. Maar deze doet. Oh, dat is een speciale palmkrekel. Dat kan ook. Denk dat. Ja. Ja. Laat maar zitten. Een nieuw diersoort. Oh, kijk. En dit is het waterpark. En dan gaan we morgen heen. En nu gaan we lekker eten. En dan is het tijd om te... Oh jongen, die communicatie, om te zwemmen! Ja, echt hè, om te zwemmen! Ja, maar wat gaan we daarin? We gaan morgen zwemmen! Nee, we gaan zo direct zwemmen, toch? Er valt geen gesprek mee te voeren, jongens. Jongens. Ik wil niet weten wat voor dieren het zijn. Ja. Wat ben je aan het doen? Hi. Jongens en meisjes, Pip heeft sinds kort cola ontdekt. En dat was ze van ons niet, ze pakken het stiekem van ons af. Oké, nou het is mijn taak als partner om toch eerlijk te zijn. Pip, ja, vertel eens even tegen mama, wat heb jij gedaan? Met de cola? Als ik oppas, dan wou ik stiekem pakken. Ik dacht van mijn cola is bijna op. Hoe kan het nou? Had je stiekem gepakt? Dat gaan we nooit meer doen, hè? We gaan nu een stiekem pak van mama. Wij gaan nu weg, maar dan ga jij niet stiekem de cola van mama pakken. Jij mag heel af en toe een klein beetje cola. Ja. Toch? Dit niet doen, hè? Echt niet doen. Wij gaan het eten pakken. Kitter! Pip in de bakken! Oh! Zo, dat was snel optrekken, hè? Nou, we hebben zojuist heerlijk gegeten. Jesse en Sam die waren al gelijk weer naar het water toe gegaan. Ja, daar is hij hoor. Nou, Jesse is daar zo. Sam zal waarschijnlijk met die kinderen... Wat is Sam? Is hier Sam? Ja, Sam is aan de overkant. Die gaat er nou uit. Maar met die kinderen daar zo. Yes, jongens en meisjes. En dit was onze video. We gaan nog even lekker zwemmen. Jij ook, Pip? Ja. En jij gaat met de pop spelen? Ja, ik ga met de pop. Ja. En jullie gaan met... Je papa gaat heel eventjes klemmen. Dan gaan we pop halen. En dan ja. Nou, bedankt voor het kijken. Als mensen nog geen abonnees zijn, moeten ze wel. Abonneren! Tot de volgende keer! Doei!